Ik ben Marinus Noorderbos. Ik ben een kleine 30 jaar geleden begonnen met Hokkai Suisan. Samen met mijn Japanse vrouw Yukiko. En ik ben begin dit jaar door het ministerie van Landbouw en Visserij in Tokio benoemd tot culinair ambassadeur voor de Japanse keuken in Nederland. Hokkai Suisan is begonnen in 1993. Toen zijn we gestart met alleen hosmakreel. Daarvoor heb ik een jaar in Japan gewerkt, toen ik 18 was. En ik heb daar gezien hoe belangrijk een vissoort dit voor de Japanners is. Hosmakreel wordt al honderden jaren gegeten in Japan. Het werd natuurlijk altijd lokaal gevangen in de Japanse zee, met name in Kyushu in het zuiden. Maar de Japanse zee is niet onuitputtelijk. En dus gingen de Japanners de wereld over op zoek naar andere visgronden waar ze die hosmakreel konden vinden. Ruim 40 jaar geleden kwamen ze voor het eerst naar IJmuiden en ontdekten hier de Nederlandse hosmakreel. Deze Japanse ontdekking van onze eigen hosmakreel was in eerste instantie supergoed nieuws voor de Japanners. Want nu konden ze weer volop hosmakreel eten. Maar ook voor onze visserlui. Want zo werd de hosmakreel als onwelkome bijvangst opeens een hele interessante vissoort. Het verschil tussen de hosmakreel en de makreel is enorm. Alleen de naam lijkt op elkaar, vandaar dat veel mensen het eigenlijk als hetzelfde soort vis zien. Maar zoals je hier kunt zien, is het een totaal andere vis. Dit is de makreel en dit is de horsmakreel met die kartelrand. Als je je vinger van voor naar achteren haalt, is er niks aan de hand. Als je van achter naar voren probeert, dan haal je je vinger open, want er zit een hele scherpe rand aan de zijkant van de horsmakreel. En dit is ook precies de reden waarom visserluiden vroeger zo'n hekel aan hadden. Want als je deze scherpe kartelrand samen in het net hebt met het tere huidje van de makreel of van de haring, ja, dan kun je wel nagaan dat het allemaal kapot gaat. Ja, we hebben, bij elkaar hebben we drie verwerkingsmethodes voor de hosmakreel. De meest belangrijke, waar we het meeste van doen, is eigenlijk het opensnijden. Licht pekelen, drogen en vervolgens wordt het thuis door de mens gegrild. Wat we ook doen is ajinambanzuke. Dan wordt het eerst gemarineerd, dus gefileerd, hè, helemaal de graten eraf, uiteraard die kartellijn eraf. En dan wordt het gefrituurd. Maar hosmakreel kan ook heerlijk rauw gegeten worden. Met vers geraspte gember en heel fijn gesneden lenteuitjes maak je tataki. Hosmakreel tataki. Dat is gewoon rauwe hosmakreel. Super simpel om zelf te maken. Oh, het ruikt het lekker. Hosmakreel. Het is zo verschrikkelijk lekker. De simpele bereiding en de delicate smaak van deze vis ga je compleet omverblazen. Eet smakelijk. Messiaan, hè?